leuke video. Zeg het omhoog, vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we weer. Welkom in deze video. Polestar. Het konijn. Tussen de blaadjes. Gaat ze dan te genieten. Het is wel fris, hè. Het is de hele tijd. Ik kan je ze beter zien. Dat is wel leuk. Eigenlijk is er vandaag niet zoveel te doen. We gaan onze groene bak halen. Ik heb pas hem leeg hebben gemaakt. Ja, dat is natuurlijk altijd een risico dat je neemt. Dat weet je natuurlijk niet op voorhand. Dus dat is altijd een risico. Ik wil dat er water heeft. Goed dronken, dus dat vind ik al goed. We gaan eens kijken of ze de groene bak kan halen zijn. Of niet. Daar is die kat trouwens, als je het op een beestje prikt. Dan zie je zijn staart, daar is ze weer. Ze komt die af, ze kijkt hier eens. Wel. Ja. We gaan eens kijken. Dat is gisteren natuurlijk voor heel veel baat. Zaten natuurlijk zat een groene emmer in mijn pak. Als jullie niet hebben leeggemaakt, ben ik gejost. Ach, heel moeilijk. Iemand is een emmer verloren. Het is ook kapot. Moet ik nog iets gaan halen voor jou? Ja? Oh, ik zal nog een beetje gaan halen. Is aan ze uitgehongerd. Dat is echt jammer dat ze uitgehongerd is en zo dingen allemaal. Ik wel spijtig. Heel spijtig. Moet je zien eten, dat is precies wat je een heel jaar geen eten had.
Wij gaan zelf ook iets eten, want dat is ook belangrijk. Om zelf ook te zorgen. Zo. Gewoon echt daar. Eentje daar echt rusten. Wel schattig natuurlijk. En zo plat als een vijg aan liggen denkt ze. En genieten. Helaas moet Baaske passeren. Helaas. Ja, vandaag valt er niet zo heel veel te vloggen. Zondag wel, want dan gaan we naar de kettentour en zo dingen allemaal. Dus ja, er valt niet zoveel te doen, maak ik. Ik probeer toch zoveel mogelijk te filmen voor jullie. Je ziet ze daar zitten, het is donker, maar je ziet ze niet zo goed. Maar het is ook op bewolking. Momenteel, het is dan ook al laat. Maar daar zit ze dus, het konijn. En wij gaan eens kijken of dat ons bakje er nog staat. Of niet, ondertussen komt de kat naar hier. De kat is hier. Kijkje. Je zit te kijken. Kijkje. Kom maar. Kom maar naar buiten. Het is niet zo koud buiten, dus dat valt wel mee. Maar gaan eens kijken of het bakje er nog staat. Of hij alles opgegeten heeft of niet. Dus dat is wat ik eigenlijk ga doen. Nu gaan we even niet zien. Dus licht aan steken. Zo. Deur goed dicht, moet alles dan binnen raken. En dat is nu de bedoeling dat de koning al snapt. Dan is het bakje dus bijna goed als leeg. Zo te zien. Ja, je ziet dat de lichting maakt. Het is zo goed als bijna leeg. Dus dat is positief. Dat is positief. Dit is dan. Je zit er nog steeds op dezelfde plaats. Ik ben daar wel grappig. Je zit er zo aan twijfel dat ze naar buiten komt of niet. Het is wel grappig. Ja, komt ze eraan. Ja, jullie zien het natuurlijk niet, maar ze loopt dus momenteel hier. Loopt ze. Maar dat zien jullie natuurlijk niet. Ja, terug naar binnen. Ja. Het gaat eigenlijk wel heel goed met Christian en Muffin. Eigenlijk doen die wel heel veel dingen samen. In het begin had ik gedacht van ja, die zijn nu samen, moet ik het zeggen, zijn als snuffel. Weg is, had ik altijd zo het gevoel van, ja, die moeten samenleven. Gaat dat wel goed komen, maar het gaat steeds beter. Sinds dat snuffel weg is. Jullie weten wel, snuffel is gestorven en zo van die dingen allemaal, maar het gaat steeds beter. Dus die twee, we gaan even de paard afdoen en ik neem jullie even gewoon. Die zitten er tussen met de koord om dat te doen. En dan gaan we gewoon verder. Want ik was eigenlijk video's aan het bekijken van andere mensen. Dat inspireert mij ook wel. Het is niet alleen maar mijn eigen video's bekijken, maar ook andere mensen mijn video's. Een shout-out naar de meest. Meeschaarts, ja, zo heten ze. Echt wel wat shout-out naar hun. Hoe die video's maken, dat is echt niet normaal. Dus ook shout-out naar die personen toe. Dus we gaan die even openknippen. Waar hebben die gekocht? Bij de Action, ik denk dat ze nog geen 2 euro waren. Maar dat is wel gemakkelijker. Misschien dat jullie mij goed kunnen zien. Voor Sinterklaas is het nog een beetje te vroeg, maar ja. Is toch belangrijk, ja. Ik doe het niet, misschien niet op de juiste manier dat iedereen het doet. Maar het gaat zich gewoon om het feit dat het wel geschoren zal zijn. Terug weer helemaal glad. Ik ben aan het sparen voordat dat zo eerst een ding wordt. Dat is eigenlijk wat ik heel graag zou willen.
een beetje een droom, eigenlijk. Dus ja, ben eens benieuwd naar de kijk naartoe momenteel, hoe dat gaat verlopen. Er is wel veel aan wijperen mogelijk. Jongeren komen op buiten, zeker als het er school is, is het wat minder. Dus ja, als morgen en zo dan wel, maar dan is het toch al wel rustiger hier. Allee, ik vind het leuk dat het plezier is, hoor, daar niet van. Kijk, dat is hoe dat het er nu uitziet. Dan gaan we dan spoelen en dan zie je mij zo terug. Het zijn goede mesjes. Mijn vingers zijn vuil, zodat je kan zien. Je moet dan een knopje drukken. Dus helemaal geslaagd. Prachtig, dit vind ik echt cool. En dit is de bedoeling dat dat dus zo wordt. Dus het ziet er knap uit eigenlijk. Binnenkort is het ook een nieuwe haarkleur. Dus als het eruit is, dan wordt het een andere kleur. Dat ga je binnenkort ook allemaal zien. Maar dus hopelijk wordt dit een leuke video. Zeg een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we weer.